zou eerst de kracht kennen, groep iets laten oplopen en een verkenning opzetten. Ja. Ja. Ze gaan de instap doen met wit 1, dus je moet wel de lamp blijven vuren. Ja. Jouw doel is echt wit 2. Wit 2, wit 2 hebben wij hier perfect zicht. Okay. Die jongens gaan hem nu opbouwen, zodat we rappe tijden instellingen kunnen komen. Heel vlog of zo, ja. Ja, man. Goeie zaak. Heeft er een die na de reis eruit doet? Goedemorgen. Hey, maatje. I'm fuck off. Yo, we gaan het vliegtuig in. Welkom, flesje water pakken, dan hebben we bij de rest pakken. Hey joh, kennen. Wat is er voor een natte hond aan? Ja, hij is aan het filmen, hè? Oh. Dit is de microfoon. Hallo. Oh, die broodjes zijn zo goed, ik denk hoor. Dit is helemaal mijn ding natuurlijk, veel eten. Dit is helemaal mijn ding, veel eten. Ik ben Jeffrey, kapitein en momenteel kompiescommandant van 13 Alpha. We zijn hier in Fort Hood om te trainen. Afgelopen 20 jaar heb ik bij Defensie gewerkt, eigenlijk alle rangen bijna wel doorlopen. Ik ben begonnen als manschap, als soldaat, daarna korporaal geworden. Toen doorgaan als onderofficier en momenteel werkzaam als officier. Ik ben in Fort Hood in Texas. Dit is een ideaal oefengebied voor ons. Alle faciliteiten zijn dusdanig ingericht dat wij als compie hier maximaal kunnen trainen. Meteen niet het gezicht richting mij, maar richting de CC. Niet iedereen hoeft die flipovers te zien. Maar dat zou ik zo meteen wel gewoon roepen. Dus je kunt je gezicht richting de CC doen. Hou een beetje afstand van de CC, zodat ik zo meteen de flipovers wel te leven. Welkom, luid. Goed dat jullie hier allemaal zijn. Kost het voor sommige luid wat meer moeite dan voor de rest. Gert, waar ben je? Ja. Top, ik ben man. Ik ben ook blij om te zien dat er eigenlijk maar weinig besmettingen zijn. De club als we hier zijn, dat we prima kunnen trainen. Zometeen gaat de CSM. Ik ben allemaal huishoudelijke mededeling doen. Ik zal dus ook niet te lang houden. Ik ga morgen lang genoeg tegen jou praten. Maar er zijn in ieder geval
iets waar ik mee wil beginnen. We zijn al jaren geweest. Hoera, hoera, dat kun je wel zien als er zijn. Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Welkom, luister op zo. Ja, oké, mensen, welkom. Ik hoop in ieder geval dat je goede vruchten hebt gehad. Ja, wat we nou straks gaan doen, we lopen even achter mij aan. Gaan we naar de kamers, laat ik in ieder geval iedereen zien waar je de kamers hebt. Dan laat ik zien waar de uitrusting ligt. Ja, dan kun je daar meteen je uitrusting van pakken. Ja, en dan dat we op de kamer gaan. Yes? Dat is graag. Lucas? Ja, nou moet je het uitgeven. Ja, we staan er een deur. Hè? Ja, we komen er wel uit, denk ik. Maar er is toch een paar tubelen. Ja. Ja, we kunnen volgens Sam in bad. Hé, hey, wie gaan met wie dan? Met? Nog 1,40. Ja, de volgende dag staat eigenlijk in het teken van het inprocessen. Deze basis is enorm. Denk op een hoogtepunt kunnen hier wel 200.000 militairen gestationeerd zijn. Dus iedereen moet hier even een beetje zijn weg vinden. Maar je hebt ook overal pasjes nodig. Dus de eerste dag staat eigenlijk in het teken van inprocessen en je pasje ophalen. Ja, ik kijk nou met een stomme zwans, hoor. Hoe kan je dat nou zo? Kun je dat nou zo? Natuurlijk. Gaan we met mij? Wat schaft de pot vandaag? Scrambled egg, pannenkoekje, wat halve rosti, ik weet niet wat dit is, en wat droog brood. En een kopje koffie. Dat is genieten. Lekker man. Smullen. Ja, dankjewel. Leg je de Delta Compie er mooi op? Of, OVG is, de afkorting is optreden verstedelijk gebied. En wat dat dan specifiek inhoudt, is dat jij een huis hebt waar mogelijk vijand zit of niet. Maar die doen wij op een drillmatige manier, doen wij die zuiveren. En dat is het eigenlijk. Oké, okay. Nou, heel goed. En dan ook een beetje zin in? Ja, zeker. Ik heb vanmorgen had ik een beetje last van mijn buik. We zijn gisteren met z'n allen bij Popeyes wezen eten. En
Nou, ik had wel behoorlijke last van de Ring of Fire, zeg maar. Oké. Dus, ik was niet de enige, dus het is geen aanrader. Ze hebben zeepapier ingepakt ook. Zeepapier mee. Nou, er zijn daar dicties, dus wat dat betreft moet het wel goed komen. Ben je het goede nieuws betreft, Jim? Allebei. Eerst slecht. Eerst slecht? Eerst slecht. Dus geen 5 minuten. En het goede? Neem de punt 5 aan. Maar wel een cold minuutje. Poestruit! Poestruit! Rema voor waterinspectie! Waterinspectie! Oké, goedemorgen lui. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Sjant Hiddens, ik ben OPC van de patrouillepeloton. Luitenant de Drak. Is de officer in charge hier. Ik ben zeg maar RSO, Range Safety Officer, oftewel een soort hazi. Nou, de Amerikanen lopen dit aan, een schietbaan, vandaar dat we ook dit praatje hebben. Wat hier even bij komt kijken is dat het zomaar kan zijn dat, dat je in een gebouw iets van een spin, slang, hond, wolf, beer, weet ik veel wat tegenkomt. Ja, ga daar dan niet meer lopen kutviolen, hè, kopras. Niet tegen die slang aan gaan prikken en zo. Want dan kun je wel eens issues krijgen. Ja, laat die beest gewoon met rust. En als dat zo is, meld het even aan mij of aan Pat. Het programma voor vandaag. We beginnen zometeen met niveau 1-2. 12 uur gaan we lunchen. Komen we hier gewoon samen. En dan gaan we vanmiddag proberen om een niveau 3 scenario een beetje in de kaart te fixen. Oké, zeg ik ga aan de gang. Meld je bij de groepscommandanten. Voor de indeling laat ik jullie vrij in. Zoek gewoon de ruimte op. We hebben het hele dorp tot onze beschikking. Zoek lekker de ruimte op. En als je een keer van huis wil wisselen, doe dat vooral. Ja, ik loop wel rond. Ik kom af en toe even kijken en vanmiddag ga ik gewoon mee in het scenario. Ja? Have fun. Ik ben sergeant eerste klasse Rian, 35 jaar. Ik ben opvolgend pelotonscommandant van het 2e patrouillepeloton van 13 infanteriebataljon, het Delta Jockey Compi. En in deze setting noemen ze ons het Heavy Weapons Platoon. Ja, wij maken eigenlijk gebruik van zware wapensystemen. Denk daarbij aan de mitrailleur MAG, de zware mitrailleur .50 en het Spike anti-tank systeem. En dat doen we eigenlijk uitgestegen. Dus lopend dragen wij de spullen op onze rug. En op die manier kunnen wij de compi ondersteunen met veel vuurkracht. Wat gaat er gebeuren, Gert? Niveau 3 plus actie. In combinatie met vechtseenheden. Met een brugklasse. Een reguliere peloton. En de snipers. En wij fungeren als vuurbasis. Waardoor het bewegende element voorwaarts kan om uiteindelijk een bepaald object te gaan zuiveren. En aansluitend zullen wij bijtrekken en op een dak een stelling in gaan nemen met de spike. Waardoor wij in de diepte ook mogelijke dreigingen kunnen uitschakelen. Oké, okay. Wow, gaat zien. Ik ben benieuwd. Ik ook. Oh ja. Ik zal eerst de kracht kennen, groep iets laten oplopen en een verkenning opzetten. Ja? We gaan de instap doen met wit 1, dus je moet wel de lang blijven vuren. Ja, een doel is echt wit 2. Wit 2, wit 2 hebben wij hier perfect zicht. Okay. De jongens gaan hem nu opbouwen, zodat we rappe tijden in stemming kunnen komen. Ja. Romeo hier 4-2. Hier, 4-2, stelling over. Spreid je vuur op beide gebouwen, Nick. Ja, doe ik.
kotsen, wil ik daarna achter het gebouw in de dekking van Spike wel bekeuren. Vrooi is het niet meer. Het zal er ontspannen. Ja, heb ik hier. Wat ik mooi vind aan het trainen in Amerika is dat alles op grote schaal is. Er kan hier ontzettend veel. We hebben heel veel ruimte om te trainen. De vliegbewegingen zijn groter. Everything's bigger in Texas, zeggen ze. Er kan hier gewoon ontzettend veel. En we hebben wat dat betreft hier meer ruimte om te trainen. En meer mogelijkheden vooral om te trainen dan in Nederland. En dat vind ik echt het mooie om hier in Amerika te zijn. Goedendag, we gaan zo een oefening beginnen. Donder zingen, Hatsa! So that was the highlight, it'll go down in my memoir.